René van den Beuken. Ik ben 42 jaar. Ik woon hier al 42 jaar onder dezelfde pannen. Ik ben single. Ik ben werknemer bij mijn broer dan, als tuinbouwer. Ik doe in de prijzen, in de sperjes, hoofdzakelijk sperjes eigenlijk. Maar ja, dat loopt nog van april tot juni, zeg maar. Dan gaan we aan de courgette. Tot dat begint te vreren. Ik ga op zoek naar de liefde. Ik ga op jacht. Vroeger zat er een kastel, een frietkroon. En die gaf iedereen bijnamen. En die ik toen binnenkwam met mijn broer. Toen zei de man, wie is dat? Ja, dat is de jongste van ons, zei jij. Ja. Als ik goed naar boete ging, dan heb ik een naam voor die. Dus ik ging naar boete en toen word ik beer. De beer. Mm-hmm. Dus sindsdien is mijn juf al beer. Mij hebben ze gevraagd 2 weken voor Kesselskern. Toen kwam de voorzitter. Roger, of beer, zei ze al. Is ze er klaar voor? Heb ze de spoor klaar? Ik zei, de spoor klaar? Dus ik kijk, waar zit hij dan? Dat is wel. En hij wil wel weg, hè. Dus ik kon niks zeggen. Ik denk, ja, zal het dan toch of niet? En toen is morgen weer terug op de kermis. Toen kwam de vorst. Is ze er klaar voor? Ik zei, yes, eindelijk. Nu gaat het eraan. Ja. Ja, dat was mijn droom. Ja? In het begin kan ze wel behoorlijk vliegen, zoals we moeten. En dan als dat naar de 11e van de 11e begint dat kan voor gebeuren, ja, dan wordt het steeds moeilijker. Hè? En dat valt behoorlijk tegen mij. Ik verwacht een zeer super gave kans. Super, ja, dat weet ik zeker. Nee. Als ik nu al de reacties allemaal heb gehoord van mensen, super jong, dat is het zo goed. Ja, nu de receptie. Ja? Ja, kijken we, ja, best toch niet gierig, weer allemaal komt en we willen druk. Ja, dat weet het niet. Dat is allemaal niet voor mij. En dan op de rol goed, want dat doe ik eigenlijk al met vanaf 83. In het begin die eindelgänger, en toen later met wagen. Ja, weer later, ja, dan worden we alleen maar eindelgängers. En ik hoop dat ze nog heel lang erover hebben. Mm-hmm. Dat de mensen toch zeggen, goh, dat we toch wel een jaar verdienen. Mijn motto is dit jaar, wij, kameruij van jongs af aan, gewoon er vast goed tegenaan. En mijn wens is, ik hoop dat alle Kesselsen er keigoed tegenaan gaan en vastelovend, alaaf!